In elke boekhandel liggen stapels boeken over geluk. Maar wat is gelukkig zijn? En wat moet je doen om gelukkig te worden? Ik praat erover met Vanessa Verheijden. Dag Vanessa, welkom terug in de studio. Dag Kevin. Um, vandaag, wat is gelukkig zijn? Het is een heel moeilijke vraag en vraag je dat aan honderd mensen, ga je honderd verschillende antwoorden krijgen. En meestal gaan mensen zeggen van: als ik een nieuwe auto koop, dan ga ik gelukkig zijn. Of bijvoorbeeld als ik afgestudeerd ben, dan ga ik gelukkig zijn. Of als ik kinderen heb, dan ga ik gelukkig zijn. En elke keer zie je. Dat je zegt als ik gelukkig ben, dat je iets wilt. Er is iets wat je wilt om gelukkig te zijn. Dus ja, en meestal is dat dan zover, dus dan komt het toch niet. Ja, nee, en ook, je moet goed onthouden dat als je geluk koppelt aan iets wat je wilt, dan ga je ook heel ongelukkig zijn als je het niet krijgt. Dus dat is wat je juist zegt. Ja. Dus uiteindelijk moet je het geluk niet buiten jezelf zoeken. Maar in jezelf zoeken. En daar is het waar het soms fout loopt: dat zoveel mensen het geluk buiten zichzelf zoeken, in plaats van dat ze het in zichzelf gaan zoeken. Maar wat is dan het geluk in jezelf? Wel, ik denk dat geluk voor een stuk een state of mind is. Um, en dat je dat onder andere kan oefenen. Dat je bijvoorbeeld voortdurend negatieve gedachten hebt. Ja. Een van de Oefeningen die je kan doen, is als je een negatieve gedachte hebt, dan ga je die omzetten in een positieve, onmiddellijk. We gaan met een voorbeeld beginnen. Je krijgt een auto-ongeluk, een zwaar auto-ongeluk mm -hmm. en je komt eruit zonder een schrammetje. Het eerste wat dat iedereen gaat zeggen is: Ik heb geluk gehad, hè, want ik ben eruit gekomen, ik heb ik ben niet zwaar gewond, hè. ik ja. heb alleen blikschade. Hm. Maar dan begint het. Met een iedereen, auto. Exact. Iedereen begint te klagen over. En dat kost geld, en met een auto, en ik had geen Omnium, en dit en dat. Ja. Uiteindelijk zou je kunnen zeggen: Nee, ik heb een toffe job, ik verdien goed geld, dus ik kan met een nieuwe auto kopen. En ik kan me misschien een nieuw model kopen, en ik kan een andere kleur kiezen. Maar je zou kunnen zeggen: Ik heb geen job niet meer. Het zou kunnen dat je geen ja. job niet meer hebt. Ja. Wat denk je dan? Ah, dan denk je, kijk, ik leef in een land waar er een vangnet is en waar ik werkloosheidsuitkering krijg. Dus het is eigenlijk allemaal nog niet zo erg, want als ik misschien terug op de goede weg ben, kan ik terug een auto kopen. En als dat er niet is, dan kun je altijd zeggen, ik heb een fiets om te fietsen en ik kan met openbaar vervoer uh, gaan. Want er zijn veel landen waar je niet met openbaar ja. vervoer kunt gaan, dus je kunt altijd... Proberen van een negatieve gedachte om te zetten in een positieve. Maar dat vraagt oefening. Ja, want ik wou net zeggen, als je, als je zo'n ongeval hebt gehad, he, je hebt echt zoiets van verdorie mijn wagen, ja. dan kan je dat wel omdraaien, maar dat dan zelf ook nog geloven en daarachter staan is dan ook iets. Want je kunt het dan wel als oefening tegen jezelf zeggen, maar dan heb je weer zoveel andere stemmetjes die zeggen: ja, ja, maar we zitten er toch maar mee en zo verder. Ja, dat, dat klopt ook uiteindelijk. Maar dat heeft dan weer alles te maken met. Hoe dat je naar iets kijkt en hoe je je geest gaat trainen. Want uiteindelijk is geluk, het is voor iedereen verschillend, mm -hmm. maar dat is een realiteit die je creëert in je hoofd voor een stuk. Maar je creëert die niet alleen. Het is door je geest volledig tot rust te brengen, dat je kunt voelen wie dat je echt bent. En Geluk zit diep van binnen in u, maar doordat je een geest hebt die voortdurend, zoals een radio babbelt tegen u en negatief is, ga je eigenlijk ook beginnen negatief te denken. En om nu maar een voorbeeld ja. te geven, als jij kijkt in een spiegel mm -hmm. hm, en die spiegel is vuil en die is volledig gebroken, dan zie je jezelf vuil en volledig gebroken. Ja. Als die spiegel. Kristalhelder is en die is heel mooi en je ziet daarin, dan zie je wie dat je echt bent. En dan zie je dat geluk en hier gebruik ik dat om te laten zien: hier is de spiegel, uw geest. Uw geest is de spiegel. Dus als ja. jij ziet dat uw geest heel klaar en duidelijk is en geen voortdurende negatieve gedachten heeft, dan kunt je eigenlijk het geluk in jezelf vinden. Want iedereen heeft dat geluk al in zich. Je moet het alleen maar kunnen zien, willen zien en eraan werken. Om er werken, zitten we dan terug bij waar we vorige aflevering over hadden bij meditatie? Voor een stuk is mediteren en mindfulness, waar je eigenlijk al een voorbeeldje van gehad hebt, de ja. trainen daarvan, is een van de, de voorbeelden om tot dat geluk te komen. Dus mediteren helpt je om, om dat te doen. Maar er is ook meer als dat. Mm -hmm. Want het kan zijn, hè, stel je nu voor, uw buurman. Is aan het gaan en jij zit op je mat te mediteren. En het kan u niks schelen wat er met uw buurman gebeurt? Dan denk ik dat je echt het geluk niet kunt in jezelf vinden. Hoe, hoeveel je dat ook doet. Dus ja. uiteindelijk wat ik wil zeggen is: eens als je voor een stuk. Getraind hebt en je hebt dat geluk gevonden, dan is het ook belangrijk om dat geluk te delen met, hand, met anderen. En eigenlijk ook iets te betekenen voor anderen. In de zin van als jij weet dat eh, je buurman bijvoorbeeld op het ogenblik het moeilijk heeft of eh, zijn vrouw is ziek en jij gaat iets koken en je brengt hem iets eh, of je luistert nog maar even eh, naar wat hij te zeggen heeft, dat is heel belangrijk. Dat je voor een stuk ook in de maatschappij. Iets Kunt betekenen dat, dat je iets kan doen voor een ander zonder er iets voor terug te krijgen, zelfs geen dank u. Maar dat wordt zeldzaam in onze maatschappij, in onze westerse wereld. Ja, maar toch denk ik en geloof ik erin, want ik geloof bijvoorbeeld dat um, charity, hoe, um, vrijwilligerswerk, vrijwilligerswerk ja. welk, dat begint thuis. Dat begint in je eigen thuis. Daar gaat je in je familie, in je gezin, begint je met dingen te doen voor anderen. Bijvoorbeeld, ik werk ook met kleinkinderen en ik zeg ook vaak tegen hun... Hoe voelt dat nu als je altijd zegt, het is mijn iPad. En het is mijn, mijn, mijn boekentas. En altijd mijn mijn terwijl dat als iemand bijvoorbeeld iets aan de hand heeft, bijvoorbeeld een been gebroken heeft hè, en je helpt die persoon op school of je helpt die met zijn een boekentas, hoe voelt dat dan aan? Dat voelt toch helemaal anders aan. En ik geloof mm. dat mensen tegenwoordig dat verloren zijn. Dat gevoel van iemand anders plezier te doen, dat maakt jou ook gelukkig. Maar de eerste basis is, jij moet zelf gelukkig zijn. Als je niet zelf gelukkig bent, kan je ook anderen niet gelukkig maken. En hoe zit dat, want je zegt net mijn iPad en zo verder, hoe zit het eigenlijk met bezit? Want vaak wordt er ook, er wordt heel vaak gezegd, van, hoe meer je bezit, hoe meer dingen dat je hebt om je zorgen over te maken. Om ze te weer kwijt te spelen. Of... Ja, wel, um, ik heb ooit een, een uh, lerares gehad en die zei, er is zo'n uitspraak dat je in uh, het geld kunt zwemmen. En zij zei altijd... Ik hoef niet geld te zwemmen, maar pootje baden vind ik wel leuk. En ik vond het eigenlijk wel een mooie uitspraak, omdat vanaf het moment dat alles wat je hebt een, een last wordt, dan kan je dat geluk niet vinden. En voor een stuk moet je ook kunnen zeggen van, oké, okay, ben ik het verloren goed, dan komt er iets anders in de plaats. Maar als je daar halstarig voortdurend aan vasthoudt, ja, ja, je moet voor een stuk kunnen het, het loslaten en het vertrouwen hebben dat er altijd iets wel terug gaat komen. Dus, maar dus ik geld maakt niet gelukkig. Uh, geld maakt zeker niet gelukkig, maar het kan altijd helpen. Daar is niks mis mee. <laughs> dus eigenlijk, als ik het samenvat, is het state of mind. Vooral naar jezelf kijken en niet afhankelijk zijn van anderen voor je geluk. Uh, dat klopt. Geluk begint bij jezelf, maar eens je het gevonden hebt, dan laat je het. Uh, is het eigenlijk iets wat besmettelijk is? Want jij gaat je gelukkig voelen en andere mensen gaan zeggen. Mm, wat doet zij om zo gelukkig te zijn? En dan ga je dat verspreiden. En het is iets dat ja, fantastisch is eigenlijk. En dat ik iedereen aanraad om te ontdekken in jezelf. Oké okay, Vanessa, dankjewel voor deze tips. Graag gedaan. En nu beste kijker, bedankt voor het kijken. En alweer tot volgende week.